weekoverzicht van 4 tot en met 8 februari. Het is begonnen eigenlijk onder het genot van een kopje koffie in de Zoutkeet. Heb ik met mijn collega vrijwilliger Mark Tax besloten om dat het misschien een leuk idee was om punten te gaan verzamelen voor de Zoutkeet, voor een espresso-apparaat. Dat leek ons erg lekker, hè, in plaats van een gewoon kopje koffie. Dus we hebben dat in het... Ik heb een klein artikeltje, heeft iemand in de wijkrand gezet met een oproepje. En toen bedacht ik eigenlijk van, dit vind ik hartstikke leuk. Maar als mensen dat allemaal in gaan leveren, is het misschien ook wel een goed idee om dat eens een keer, om er iets anders mee te doen. Bijvoorbeeld pakken koffie voor de voedselbank. Dus we hebben een nieuw stukje in het wijkrandje gezet. Zo van, nou joh, we hebben besloten, hè, het wordt niet voor de Zoutkeet, maar voor de voedselbank. Ik werd 's maandags morgens gebeld door een mevrouw aan de andere kant van Hilversum. Ik zie in de krant dat u Douwe Egberts punten spaart. Dus ik zeg in de krant. En elke keer als ik zaterdag de brievenbus openmaakte, wat dus meerdere keren gebeurd is, puilde de enveloppen eruit. Maandagmorgen had ik inderdaad 107.600 punten. Dat betekent 200 pakken koffie. We gaan straks maar weer aan de slag en... Ja, ik vind het super. Ik vind het helemaal geweldig. En als ik dat nu even mag zeggen, iedereen hartstikke bedankt. Als je je bonnetjes al punten al ingeleverd hebt en degene die ze nog in wil leveren, heel graag. Ik heb 40 jaar in Maren gewoond en ben sinds anderhalf jaar weer terug naar mijn oude nestje in Hilversum gaan wonen. En ik ben sinds mijn pensionering echt aan het schilderen gegaan, wat ik heel vroeger als jongen ook gedaan heb. En ik zocht een ruimte, kon alleen maar in de kelder terecht. En toen las ik hier van, in het postkantoor is ruimte om te schilderen. En ik ben hier dus, nou wel 4 dagen in de week. Ik schilder dus op het ogenblik heel veel. En dat heb je wel gezien in het medisch centrum. Daar hangen 13 schilderijen. Mijn kleuren nodigen uit tot, wauw, dat is interessant. En dat kun je zien, ook op zo'n expositie. Als mensen stil blijven staan en je vraagt aan ze, de kleur, roepen ze allemaal. Rood, oranje. Gewoon vrolijke kleuren. Dat heb je ook gezien, hè, in het medisch centrum. En alles wat naar rook ruikt, dat wil ik wel schilderen. Een rood bosje, je hebt het zien hangen. Schitterend. En dan zul je zeggen, een winterkoninkje is niet rood. Ik maak hem rood. Want dat vind ik veel leuker. Hier ook. Zo'n mevrouw, dat zie ik, zo'n plaatje. Zie ik... in een tijdschrift voor trouwjurken. En dat is dan heel bleek, de achtergrond. Dan denk ik, nee, dat kan niet. Dus dan moet knal, gewoon een rode achtergrond. Als ik iets gemaakt heb en ik zie dat mensen het leuk vinden, dan vind ik het ook leuk dat ze het kunnen kopen. En daarom zijn mijn schilderijen, het duurste schilderij is €300. En dat zakt dan tot 150, 200. En daarom kan ik ook steeds nieuw materiaal aanschaffen en kan ik weer verder schilderen. Hilversum, mediastad. Logisch dat hier de prijs voor de journalist van het jaar wordt uitgereikt. Villa Media, het vakblad over journalistiek, heeft deze verkiezing georganiseerd. Burgemeester Pieter Broertjes, zelf een voormalig journalist, neemt de honneurs waar. Dames en heren, ik kan u niet vertellen hoe blij ik ben dat u hier vanmiddag bent. Wij moeten langzamerhand elke dag vechten voor het stempel dat we nou eenmaal op deze stad hebben gedrukt. Onze voorgangers ook, dat wij de mediastad van Nederland zijn. Tegenwoordig wil dat nog wel eens betwist worden, omdat een enkele omroep denkt dat het in Amsterdam beter toeven is. Ik wens ze veel succes, maar ik weet zeker dat in Hilversum het nog voor decennia lang goed toeven is voor omroepen. En voor commerciële omroepen, voor publieke omroepen, voor kranten, voor journalisten, voor ZZP'ers en voor u allemaal, voor zover u daar zich aangesproken voelt. De prijs voor de beste scriptie wordt uitgereikt aan Arjen de Jong, werkzaam bij NRC Digitaal, voor zijn bachelorscriptie
En Jelmer Mommers, werkzaam bij De Groene en De Gids, krijgt zijn prijs voor zijn masterscriptie. Nou, Jelmer is zichtbaar blij met zijn boek. Naast andere sprekers, juryvoorzitters, wordt het tijd voor een filmpje. Hans-Jaap Melissen is in Aleppo, de grootste stad van het land, waar ook veel wordt gevochten. Toen ik bij de grens zeg maar, kwam, koeien en benzine de andere naar mij toe zag komen. En ik moest met de smokkelaars, ik was de smokkelaar de andere kant op Syrië binnen. Jij was een soort koe, maar dan de andere kant. Zeg maar. Was je alleen eigenlijk? Ik was alleen. En even voor deze uitzending sprak ik met de verslaggever Hans-Jaap Melissen, die op het ingenomen hoofdkwartier van Gaddafi is. Te horen is dat de gevechten nog niet voorbij zijn. Nou ja, ik hoor u achter mij zware gevechten. Ja, dat gaat over ons heen hier, denk ik nu. En ja. Blijf. We worden beschoten nu hier. Oké. Met zware granaten. Als ja, doe voorzichtig. Je wordt zoekdekking. Doe voorzichtig, jongen. Een man met een missie. En niet ongevaarlijk. Goed. Nu even tijd voor de lovende woorden van collega Wouter van Körpershoek. Je bent naar de kapper geweest, zie ik. Urenwerk. Want wie was het die lijken ging tellen na de aardbeving op Haiti om het cynisme van de rampenjournalistiek en de hulpverlening aan te tonen? Wie wandelde er de heuvels van Kosovo in, mij op sleeptouw nemend, want er moest gezocht worden naar vermeende massagraven, want daarom was die aanval van de NAVO toch begonnen. Waar waren de lijken? Je was altijd op zoek daarnaar. Belangrijk punt, wie was de eerste niet-embedded journalist die Irak binnenging om van dichtbij de geallieerde inval daar te volgen? Ik zie je nog steeds rijden in, geloof ik, een kleine witte Datsun, terwijl wij er allemaal in four-wheel drives rondscheurden door die woestijn. Je had nog net niet je volkorenboterhammen gesmeerd 's morgens met wat kaas en een flesje water, maar jij reed er opnieuw alweer rond. Alle aandacht voor jou vandaag straalt af op al die mensen in verre orde over wie jij al jaren vertelt. Hans-Jaap, ik ben trots, wij zijn trots op jou en hoe terecht is het dat je deze prijs hebt gekregen. Hans-Jaap Melissen, journalist van het jaar 2012. Een terechte titel voor deze betrokken journalist. Ik draag deze prijs op aan Omar. Want Omar staat voor mij voor die duizenden Syrische kinderen die elke nacht gaan slapen met de angst dat ze gebombardeerd zullen worden. Voor Omar, opdat we nooit wegkijken van dit soort oorlogen vanuit onze veilige wereld hier in Nederland. Voor Omar, een jongetje met een naam die maar één letter scheelt met die van mijn zoon Bram, maar die in zo'n extreem andere wereld opgroeit. Voor Omar. We staan hier in het raadhuis van Hilversum. Burgemeester, waarom zijn we hier? Wat is er aan de hand vanmiddag? Vandaag wordt de prijs uitgereikt voor de beste journalist van het jaar. En dat is voor het eerst in Hilversum. En dat is natuurlijk heel leuk, want dan zijn we niet alleen mediastad, maar ook journalistenstad. Er zijn nu honderden journalisten achter ons die allemaal dat feestelijke moment komen bijwonen. Hartstikke leuk. Dit past bij Hilversum? Ja, zeker. Want het is, de journalistiek is de kern, het hart van de medium, van de media. En nou ja, als daar dan het beste van uitgekozen wordt, dan is het natuurlijk heel leuk als het in heel zijn plaats vindt. Dus we zijn daar heel trots op. Hans-Jaap, ik ben trots, wij zijn trots op jou. En hoe terecht is het dat je deze prijs hebt gekregen? Naast de prijs voor beste journalist wordt er ook een scriptieprijs uitgereikt vandaag. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat zijn twee jongens, zijn het, mannen die iets geschreven hebben over nou ja, de relatie tussen digitaal en papier. Dat is in de journalistiek een belangrijk onderwerp. De digitalisering van de journalistiek is natuurlijk enorm invloed heeft dat gehad op de wijze van werken van journalisten.
En daar hebben ze interessante betogen over geschreven. En ook de rol die het onderwijs daarin zou kunnen en moeten spelen voor jonge mensen. En die scripties zijn zo goed beoordeeld dat ze daar nu een prijs voor krijgen. Met dit keer honden. Hier is Cody. Cody is een kruising Rottweiler herder, een gecastreerde reu uit 2005. We zoeken een sportieve baas die van lekker fietsen, wandelen en joggen houdt. Hij kan goed overweg met andere honden en met kinderen vanaf 12 jaar. En niet met katten. Cody kan goed alleen thuis zijn, rijdt graag auto en een bezoek aan de dierenarts is geen probleem. Hier zien we Colt. Colt is een Kangal, een gecastreerde reu uit 2007. We zoeken een stoere baas met een terrein, zoals een boerderij, die hij dan kan bewaken. Hij kan goed met andere dieren omgaan, zoals kippen, konijnen, katten en paarden. De vreemde mensen moeten eerst leren kennen en plaatsen bij kinderen raden we af.